Oftewel, a creative mommy of two. En vandaag heb ik een kleine, een best wel grote unboxing voor jullie. Zoals gebruikelijk heb ik deze al in het Engels unboxed. Dus ja. In geval dat je de echte eerste indruk wil hebben, zul je de Engelse versie even moeten kijken. Maar hey, Nederlands is ook leuk. Deze video is soort van gesponsord door mijn ontzettend lieve man, die eigenlijk het merendeel van mijn diamond paintings wel sponsort, maar ja, hij was laatst aan het grappen van dat hij mijn sponsor is, dus waarom niet delen met jullie dat hij mijn sponsor is voor deze video? Maar ja, genoeg gekkigheid, laten we maar even kijken wat ik überhaupt heb. Nou, we gaan hier voor een diamond art club vierkant, en een vierkant. Als het een ronde was geweest, stond hier een grote cirkel op de doos. En het is deze afbeelding. Dit is Cat Bookshelf door de artiest Randall Spangler. Ik begin al half in het Engels te praten. Als je bekend bent met mijn kanaal, dan zul je inmiddels denk ik wel weten dat ik best wel een fan ben van deze artiest. Dus ja, ik heb hier meer van. Dus als je meer wil zien, zoek even in mijn unboxings playlist. Tegenwoordig heb ik redelijk wat in het Nederlands, maar van de oudere video's is het merendeel Engels. Dus ja, in het geval je meer wil zien en ik heb ze niet in het Nederlands, zal je toch even in het Engels moeten kijken. Maar goed, het is een vierkante zoals ik al zei en hij is 87 bij 70 centimeter groot. Dus het is een flink grote. De doos is al leeg zoals ik al zei, dus ja. We gaan eerst eventjes kijken wat er allemaal bij zat. Zoals standaard is een klein boekje met een link naar de app. Waar je, als je nog nooit eerder via de app besteld hebt, 20% korting krijgt. Een dankjewel voor de aankoop. Tips en tricks. En wat een link naar video-instructies. Voor het geval dat het de eerste keer is dat je diamond paint. Hier hebben we een kleine afbeelding met de informatie. Even de doos weer terug bijpakken, want ik pak deze altijd op de doos. Zodat ik tenminste kan zien wat er in de doos ligt. Want ja, ze liggen zo op een plank en dat is wel handig als ik kan zien wat er op de plank ligt. Zodat ik niet tenminste alle diamond paintings van de plank af moet halen. Want ik ken mezelf en ik heb altijd de laatste te pakken die ik moet hebben. Dus ja. We hebben hier een blaadje met stickers. Kom er even af. Deze zijn allemaal individueel geknipt. Zodat je, als dat je ze wil in bakjes of zakjes wil doen, dat je de symbolen erop kan plakken. Met op dit blaadje zit ook de rest van de informatie. De naam van het bedrijf. De naam van de diamond painting. De naam van de artiest. Een start- en einddatum, voor het geval je dat wil. Nogmaals, de afbeelding. Het originele kunst. De vorm, square, dus vierkant. En nogmaals de maat. Ik ga eventjes de symbolen laten zien. Want ja, wat verwarrend is voor mij, wil misschien nog niet zeggen dat dat verwarrend is voor jou of andersom. Dus dat zijn alle symbolen. We hebben 58 kleuren en 4 ervan. De eerste 4 hier zijn AB-steentjes. Alles onder 150 is AB. Welke speciale steentjes zijn met wat extra glans erop. Welke ik je dadelijk nog eventjes laat zien. Zodat je weet wat ik precies doe. Dan hebben we hier de toolkit. Met andere woorden, je gereedschap. Hier zit in principe alles in wat je nodig hebt. Je kan gaan voor fancy pennen. Maar in principe is dit alles wat je nodig hebt. En hier blijven. Om een of andere vage reden heb ik 3/4 van de tijd een roze pen met een bijpassende grip. Ik ga alles gewoon even terug hier in het zakje doen. En ik trek ook om een of andere reden 9 van de 10 keer de deksel van het potje van de was af. Hier zitten 2 plaatjes in. En niet vergeten om hier het plastic er even vanaf te halen. Anders krijg je je pen niet geladen met was. En een deksel erop, zodat de was niet uitdroogt als je het niet gebruikt. 2 multiplaatsers, eentje van 7 en eentje van 4, zodat je meer steentjes in één keer kan oppakken. Dan hebben we een zakje met gripzakjes. Geen idee hoeveel er hier precies in zitten, maar
Nope. Jouw bedaard was nodig. Een pincet met ontzettend scherpe punten. Dus ja, tenzij je graag prikt, hou de top erop. En dan hebben we nog de tree of de schutbakje, of hoe je het wil noemen, met een stopper erin die er best wel moeilijk uitgaat. Zo kun je de steentjes terug in je zakje of bakje schudden. En zo kunnen ze nergens heen, kun je iets vrijer heen en weer schudden. Dan hebben we ook nog een paar extra's. Deze kunnen eigenlijk verschillen van diamond painting tot diamond painting. Dit is een mooie gebloemde washi tape. Deze gebruik ik altijd om stukken af te zetten voor hoe grote stukken dat ik aan wil werken. Zodat ik niet te veel tegelijkertijd open heb liggen, dat er ook bijvoorbeeld geen kattenhaar in kan komen. Deze kan alvast aan de kant. Ja, er ligt nog een dingetje op tafel, maar die gaat dadelijk ergens anders heen. Dit is een coverminder. Vandaag hebben we een ontzettend leuke watermeloen met een beetje glans erin. Wat een coverminder is, in het geval je het niet weet. Dit stuk heeft een magneet, die leg je bovenop de diamond painting met het stuk plastic achteruit. Om ja, vrij te houden welk stukje aan werkt. Deze doe je onder het doek, echt compleet eronderaan. En als je de bovenstuk er bovenop legt, plakt het aan elkaar en zo blijft het plastic van je diamond painting achteruit. Zodat je tenminste niet de hele tijd het plastic achteruit moet gaan halen. Eens kijken, we plakken hem daar. Het statief waar ik mee film is ook altijd mijn plek voor mijn coverminders neer te plakken. Dus ja, eens kijken. Dan gaan we naar, even snel de steentjes laten zien. Of in ieder geval vast een gauwigheid. Zoals ik al zei, ik heb hem al unboxed, dus ja, het is iets moeilijker te zien. Maar ik ga ze dadelijk even een beter detail laten zien. Dit zijn alvast de steentjes. En hier gaan we voor het doek zelf. Even deze. Zo. Deze kun je mooi gewoon zo neerleggen. En als je hem eventjes laat liggen, dan wordt hij vanzelf wel plat. Ben je toch ongeduldig, zoals ik, dan kun je hem gewoon even lichtelijk de andere kant op rollen. En tada, relatief plat. Dus, wauw, ja. Zelfs de tweede keer als ik hem zie, blijft hij mooi. Zodra ik deze afbeelding al zag op de site van de artiest zelf, had ik al zoiets van, oeh, deze wil ik hebben. Dus zodra Diamond Art Club bekend maakte dat deze als een diamond painting zou uitkomen, keek ik eigenlijk direct mijn man aan met de melding van, deze wil ik heel graag hebben. Waarop hij dus zei, nou, dan moet je hem bestellen. Dus ja, de reden waarom ik hem namelijk heel graag wil hebben, als dat je al eerder op mijn kanaal geweest bent, heb je misschien wel eerder gezien dat ik twee katten heb. Eén daarvan is een gewone standaard lapjes. En de ander is een Scottish Fold. En de rechterkat hier op de afbeelding, deze grijze over hier, is een Scottish Fold. En ja, Scottish Folds zijn nou niet echt vaak vertegenwoordigd in afbeeldingen. Meestal heb je rassen als Ragdolls, Jamese, Maine Coons. Een beetje de ja, andere bekende rassen. Scottish Fold is niet zozeer bekend, dus ja, die zie je niet zo heel gek vaak. En qua looks is Luna een beetje een kruising tussen, ja, dan de Scottish Fold daar in het hoekje. En deze. Het is niet zo heel erg goed te zien. Misschien dat ik het op de afbeelding iets beter kan laten zien. Maar ja, dit is een beetje een getijgerde kat. En Luna is een getijgerde Scottish Fold kat. En getijgerd betekent, in het geval dat je niet bekend bent met wie wat waar van katten, eigenlijk gewoon gestript. Dus ja, hier staan eigenlijk al ja, een hoop boeken op met katten. Eigenlijk alle titels zijn, ja, titels van bekende films / boeken veranderd met kattentitels, zoals Harry Katter, Tale of Two Cats, of Two Kitties, sorry, Cats Are From Mars, The Black Cat, The Great Catsby, Cat on the Orient Express, Dream Cat, Alice the Cat. Helemaal bovenin hebben we nog een keertje Harry Katter daar op het. Even kijken, kan ik het zien waar ik zit? Daar.
het bruine boek. Het boek erlangs zegt The Cat, The Dog. Deze zie ik nu zegt Cats. Deze kan ik niet heel goed lezen. Cat of Green Gable? I guess. Ik heb geen idee. Deze kan ik ook niet echt lezen. Waarschijnlijk zodra er wat meer steentjes op zitten, kan ik het beter lezen. Dat het dan een beter contrast is. Little Cat, Tomcat, The Cat en Canterbury Tales. En dan hier is nog een keertje The Tale of Two Kitties. En Mice and Cat. Dus dat zijn een beetje de titels. En sommige hebben geen titels op de kaft. We gaan door naar de volgende. Sorry dat ik je waarschuwing gaf voor de steentjes, maar ja. Sorry voor je oren. Ik ga even de steentjes laten zien. Ik ga een beetje sneller dan langs af. Want ja, anders zijn we over een uur nog hier. Ik hoop dat ze een beetje te lezen zijn. Het is vandaag een beetje regenachtig. Dit is de eerste AB. 1, 3, 4. Moment, ik moet even niezen. Sorry. Zoals ik al zei, het AB-steentje. Een groene. Het is een iets wat donkerder groen. Zoals je misschien wel kan zien, glanst deze net iets beter als de, bijvoorbeeld deze steentjes. Ook al glanzen deze ook mooi. Wat er eigenlijk voor zorgt dat daar waar deze zitten, ja, de Diamond Pink er toch net wat mooier uitziet. Ik ga deze meteen even opvouwen en probeer het terug in het zakje te doen. Trouwens, op het zakje met de steentjes zit een sticker met het artikelnummer en de naam. Voor in het geval dat je ze los bewaart, wat ik waarschijnlijk ook moet gaan doen. Want ja, die ga ik denk ik niet meer terug in de doos krijgen. Hier hebben we de tweede AB. 101, een beetje een licht blauw. Oeps, sorry. Dit zijn allemaal de kleinere hoeveelheden. Duimendagclub doet het per gewicht verpakken in een rips, dus zakjes. Hier hebben we nummer 3 van de AB'tjes. 135, een groen-gelige kleur. Deze er even. En die even opvouwen. Dus we hebben net de rit met veel kleuren. Veel met grote kleuren. Twee van deze. Twee van deze. Vier van zwart. Drie van deze. Dus ja, zoals je al ziet, dit zijn best wel grote kleuren. Hopelijk blijft die liggen voordat ik telkens alles op de grond heb liggen. En dan de laatste reeks. Oei, ik zal wel zeggen, we moeten nog één kleur aan AB krijgen. Maar die hebben we hier. De witte. 141. Deze zit eigenlijk een beetje in het overgrote deel van Diamond Art Club's Diamond Pins. Ja, witte AB. Past bijna overal wel bij.
vinden. Zo. Zo, dit past. Zorg zo. Dat komt me gewoon allemaal in een ander laadje liggen, want ja, dat terug in de doos krijgen, werkt meestal niet zo goed. Ja, laten we eens even kijken waar alle AB-steentjes zitten. Ik zal trouwens meteen eventjes nog een stukje dichterbij van het doek laten zien. Nou, je kan al meteen zien waar in deze kat de steentjes zitten, want symbool nummer 4 was de witte AB. Dus ja, laten we met 4 beginnen. Als ik een keertje onderaan beginnen in plaats van bovenaan. Hier aan deze katten. In het wit, in de pootjes. Ja, deze had ik je net laten zien. Hier een klein beetje in de snoet. En hier in de snorharen. Een klein beetje hier. Ik denk een pootje of een staart. Een pootje denk ik. Hier is de staart. Ook in de oogjes bij de meeste katten. Er zit 1 of 2 per oogje. Even kijken. Hier deze bij het pootje en de snorharen. Ook in de ja, soort van edelsteentjes op de boekkaften. Er zit er ook allemaal wel een paar in. Bij deze ook op het staartje, in de snoet, bovenop het hoofd. Deze alleen in de oogjes, net als deze. Ook voor deze hier. Deze heeft een paar in de snoet zitten. En deze ook in de snoet. En hier een paar strepen. Het muisje wat hier hangt, heeft er een paar aan de rand zitten. En hier een klein streepje. Deze grote kat heeft in de oogjes er een paar. Dit pootje hier bovenin in dit pootje. En hier achterin. Ook weer in de edelsteentjes achterin in de boeken. Er zitten er ook een paar. Dan gaan we naar de geelgroenige kleur, dus kleur 135, symbool 3. Die zit hier een streep, hier. Eens kijken, wat zat er nog meer? Hier en deze. Hier eentje en dit edelsteentje. En ik geloof dat het dat wel was. Oh, hier, deze twee edelstenen, toevallig nog een paar. Waarschijnlijk mis ik er nog steeds wel een paar, maar... Ja, het is een beetje onmogelijk om alles te vinden in een doek zo groot als dit. Dan hebben we de donkergroene AB-steen, 134. Symbool 2, hier in dit boek. Ook hier in deze. Hier een deel in deze. Een beetje hier. Een paar in de edelsteentjes. Eens even kijken. Hier zit een streep. Ook hier aan dit edelsteentje. Hier aan deze. En deze. Deze hier. Ook in deze. En een beetje in deze twee. In de oogjes van deze twee katten zitten er een paar. En hier in dit boek. Dan het laatste AB-steentje wat we hadden. De 101. De blauwe. Hier aan deze edelsteen zitten er een paar, net als in deze twee. Hier, dit is allemaal de blauwe AB. Hier, deze twee zie ik ook nog zitten. Eens even kijken. In de oogjes van deze twee, drie katten. Hier zitten er een aantal. De muis zelf heeft er, op het randje onderin zitten er een aantal in. Ik wil wat beter bovenin kijken. Ja, ik denk dat het dat wel was qua AB-steentjes. Dus ja, in geval dat je al bekend bent met mijn kanaal en je weet van het Diamond Painting Event wat ik aan het doen ben. Of ja, Diamond Paint Along. Je kan deze ervoor gebruiken in geval dat je niet bekend bent. Ik heb in de omschrijving onder deze video heb ik een link zitten naar een Engelstalige video. Waar ik meer informatie geef over dit evenement. Even in kort. Ik ben een Diamond Paint Along aan het doen om ja, samen met andere mensen een ja, Diamond Painting te doen in een beetje een soortgelijk thema.
En het is Movies and Diamonds. Dus eigenlijk alles waar je een movie, dus een film, aan kan zetten. Deze zou je kunnen gebruiken voor cats, gezien er meerdere huiskatten op staan. Je zou hem ook kunnen gebruiken voor The Librarian, in verband met ja, de boeken. Minus, zou misschien ook kunnen. Ja, eigenlijk in theorie gezien gewoon alles met een karakter van een film, de filmnaam, een beetje de omschrijving zal ik maar even noemen van de film, dus waar die over gaat. Ja, kun je er een film aan vastzetten? Kun je meedoen? Ja, nogmaals, in de omschrijving zit meer informatie erover. Dus ja. Ook als je deze diamond painting zou willen hebben, heb ik hem gelinkt in de omschrijving. Er staat gewoon een link naar direct deze diamond painting. Oh, als je iets verder naar beneden scrolt, heb ik een Diamond Art Club affiliate link. In geval dat jij nog nooit besteld hebt van Diamond Art Club en je zou het graag willen. En je wil in het proces mijn kleine kanaaltje ook even helpen. Nou, dan zou je de link kunnen klikken. Die staat onder een stippellijn, staat Diamond Art Club affiliate link. Als je deze link aanklikt en je maakt een aankoop, dan maak ik een kleine commissie, welke ik weer kan gebruiken om ja, meer andere diamond paintings te laten zien aan jullie. Dus ja, geen verplichting. Zeker gewaardeerd als je hem gebruikt. Maar ja, voel je vrij in geval dat je een diamond painting van Diamond Art Club zou willen bestellen. Ze zijn een stukje prijziger, maar de kwaliteit is het zeker weten waard. Maar ja, in het geval dat je ze wilt proberen, ja. De link is daar als je hem wil gebruiken. Wil je hem niet gebruiken, is het ook prima. Je kan ook gewoon direct naar Diamond Art Club zelf gaan. Dus ja, dat is dat. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel alles is wat ik over deze diamond painting kan zeggen. Dus daar ga ik het ook eventjes bij laten. Als je de video interessant vond, geef hem alsjeblieft een duim omhoog of een duim omlaag. In het geval je het verschrikkelijk vond, maar ja, ik denk dat je dan niet meer hier bent. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kleine kanaaltje, zou je dat dan alsjeblieft willen doen. Er staat een grote subscribe button ergens onder de video. Als je daarop klikt, ja, ben je geabonneerd en kun je mij mee volgen. Er is ook een bel waar je op kan klikken voor ja, welke video's dat je, of ja, voor video's dat je een melding wil krijgen. Maar je kan ook gewoon het kanaal een beetje in de gaten houden als je wil. Ja, met dat gezegd te hebben, als er iets is wat je wil vertellen, wat je wil vragen, zet het in de comments onder de video. En ja, ik beantwoord het zo snel als ik kan. Met dat gezegd te hebben, ga ik jullie met rust laten voor vandaag. En ja, ik hoop dat jullie nog een goede dag, goede nacht of eender wat hebben. En ik hoop jullie te zien in een volgende video. Doei!